grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Super grote broer! Pas op, Gaspar! Ik kom eraan! Gemist, Simon. Oh, hey, nu is het aan mij om te trappen. Nee, wacht, nog één keertje. Nee, dat is niet eerlijk. Huh? Ja! Wat een pas en boom! Ik heb de bal. Ik loop naar de goal en wow! Pas en goal! Ja, tada! Huh? Gaspar, waar ben je? Pas op, Ferdinand, ik ga een pas geven. Go, go! Goed zo, Gaspar. Bedankt, Ferdinand. Kom en eten! Ja, ja, ik heb gescoord. Mama, mama. Wist je dat Ferdinand me heel veel goals doet scoren alsof ik een supergrote broer heb? Oh ja? Zo leuk, schat. Huh? Maar nee, ik ben zijn supergrote broer. Alsjeblieft. Hey, Simon heeft meer dan ik. Je mag wat van mij als je wilt. Alsjeblieft. Nu ben ik de supergrote broer, nietwaar? Oh nee, ik wou niet zoveel. Hey, ik heb een super idee, Gaspar. Wil je paardje spelen? Jij mag op mijn rug zitten. Oh ja, super. Hop, ja. Ben je klaar? Daar gaan we. Sneller, sneller, Simon. Dus, ik ben een supergrote broer, toch? Hé, hey Simon, waarom ben je gestopt? Blijven lopen! Wacht, Gaspar. Ik ben een beetje moe. Oef. Oh ja? Dan ga ik aan Ferdinand vragen om met mij te spelen. Die zal niet moe zijn. Maar wacht, wil je niet liever gaan schommelen? Nee, daar heb ik geen zin in. Ik zal de supersnelle touw voor jou doen. De super mega snelle touw? Ja, de super mega snelle touw. Hou je goed vast, Gaspar. Klaar? Klaar. Daar ga je. Wat is er, Gaspar? Ik ben misselijk. Ik ben geen supergrote broer. Hey, zou je je beter voelen als ik je een auto geef? Een auto? Oh ja, zeker. Oké, wacht hier. Auto, auto, auto. Alsjeblieft. Oh, bedankt, Simon. Hey, kunnen we nu racen? De eerste aan de boom wint. Klaar en start! Vroom, 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 vroom. Ja! Gewonnen! Oh, dat is niet eerlijk. Ik heb verloren, want ik heb een trage auto. Oké, wacht, Gaspar. Hier is die van mij. Dat is de beste. Wauw. Hij is zo mooi. Oké, zullen we nog eens racen, Gaspar? De eerste aan de strijk, oké? Vroom, 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 vroom. Yay, haha. Ik heb gewonnen. Woehoe. Ben je nu gelukkig? Ben ik de beste grote broer of wat? Als je de beste supergrote broer ter wereld wil zijn, moet je me al je auto's geven. Allemaal. Wat? Maar dat is niet waar. Dat is niet wat een supergrote broer doet. Ik weet dat Ferdinand me wel al zijn auto's gaat geven. Want hij is een supergrote broer. Dat is echt niet waar. Ferdinand! Ferdinand! Huh? Ferdinand, ik ben het. Ferdinand, Ferdinand. Auw! Gaspar! Huh? Ben je oké, Gaspar? Nee, ik heb me echt veel pijn gedaan. Auw. Hier, Gaspar, je dekentje. Oh, dank je, Simon. Zie je, het was niet zo erg. Je bent nu al beter. Spring op mijn rug, ik breng je naar mama.
Hey Simon, je bent echt de superste van alle supergrote broers. Haha, woehoe! Hey Gaspar, geef me je pasta en dan ben je mijn superklein broertje. Nee. Hm? Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Nou, apkonijn. Wauw, mooie tekening, Simon. Prachtig vliegtuig. Eigenlijk is het een ruimtraket. Eentje die door de sterren vliegt. Woosh. Dat is ook mooi, Gaspar. En wat is het? Wel, net als bij Simon, een ruimtraket. Vroom, vroom. Wow, echt prachtig. Vroom, vroom, vroom. Simon, waar ga je naartoe? Mag ik meekomen? Simon! Wat een naaper. Huh? Oh nee! Dat was geweldig! En nu hoger! En hoger! Hey, zag je dat, Simon? Ik kan hoger gooien dan jij. Huh? Stop met me altijd na te apen, Gaspar. Hey, ik ben gewoon met de ballen aan het spelen. En hop! Dat is niet waar! Je doet me na! Jij bent gewoon jaloers omdat ik hoger kan gooien dan jij. Oh, Gaspar doet echt vervelend. Vroom, 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 vroom. Botsing! Snel, bel de ziekenwagen. Oh, Gaspar! Stop met me altijd na te apen. Hey, ik kan met de auto spelen als ik wil. Maar je bent me aan het naapen. Dat is echt niet waar. Oh, een vlindertje. Oh? Huh? Oh nee, Sippy gaat de vlinder opeten. Oh nee, 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 nee. Dit is een taak voor... Superkonijn! Tada! Wauw, superkonijn. Sippy, wow, laat dat vlindertje met rust. Superkonijn gaat de vlinder redden. Ik ben een echt superkonijn. Hé, hey, wacht. Ik ben superkonijn. En ik ook. Er is maar één superkonijn en dat ben ik. Waarom kan ik ook niet superkonijn zijn? Omdat ik dat ben en daarmee uit. En stop er niet mee, oké? Je aapt me altijd na. Dat is echt niet waar. Ik aap je niet altijd na. Dat is echt niet waar. Ik aap je niet altijd na. Waarom aap je mij na? Waarom aap jij mij na? Stop met te zeggen wat ik zeg. Ja, zie je nu wel dat naapen niet leuk is? Joehoe. Jongens, tijd voor een koekje? Geen honger. Simon, weet jij wat er met Gaspar is? Hij aapt mij al de hele tijd na. Hij zei zelf dat hij superkonijn is. Ah, wel, Simon, dat is heel normaal. Jij bent zijn grote broer en hij wil op jou lijken. Dat is toch leuk? Echt waar? Alles is klaar. Ik zie jullie in de keuken. Weet je, Gaspar, jij kan ook een superheld zijn. Ik ben superkonijn en jij bent... kapitein konijn. Kapitein konijn? Ja, en trouwens... Er is er maar één. Ja! Nu moet je nog een kostuum vinden. Hier, een superheld moet zeker een masker hebben. Dat is superbelangrijk. Oh ja. Simon, ik zie niets meer. Wacht even. Alsjeblieft, beter? Dank u, superkonijn. Er ontbreekt nog wel één ding. Eens kijken. Joepie, ik ben een superheld. Hé, hey Gaspar, kijk! Een cape voor jou. Oh, dank u, Simon. Woehoe, yeah! Een super cape. Aha, hier, Gaspar, probeer deze eens. Ja! Super sokken. Huh? Er zitten gaten in de sokken, Simon. Oh, nee, dat is niet super. Ik zoek iets anders. Gevonden! Huh? Huh? De hoed voor kapitein Konijn. Oh, een superhoed. Ik ben
kinderen. Ik ben thuis. Oh, mama. Superkonijn. Ja, mama. Oh, en nog een superkonijn. Oh, nee, helemaal niet. Echt waar? Maar wie ben jij dan? Oh, kom maar, mama. Hij is een beroemde held. Kapitein Konijn. De allerbeste konijnenkapitein. Kapitein Konijn. Ik vind chocolademuffin zo lekker. Ik ook. Ik vind chocolademuffin zo lekker. Hé, naper. Hé, iedereen. Kijk. Hier komt Simon. Hier komt Simon. Hier komt Simon. Met lief, klein, grappig konijn. Hier komt Simon. Hier komt Simon. Hier komt Simon. Mijn lief, klein konijntje. Speel mee. Groot zijn is niet leuk. Ja, dag, Omi. Hallo, groot konijntje. Oh, hallo, klein konijntje. Hallo Elvis. Eva. Je bent braaf. Hoger, Omi. Hoger. Oh, mag ik nu, Omi? Alsjeblieft, mag ik? Simon, kan je me even komen helpen? Neem je tas? En kan je de tas van je broer ook nemen? Ik zijn tas nemen. Je hebt gelijk. Daar ben je inderdaad nog te klein voor. Huh? Nee. Ik ben superkonijn. En ik ben supersterk. Bedankt, superkonijn. Ja, mondje open. Hier komt de vliegende lepel. En hier komt nog een lepeltje. Hop. Pas op, super snijwerk. Simons vleesjes gaan vliegen en het landde in de mond van Elvis. Hey, jullie lachen me uit, maar er is niemand die mij helpt met mijn vlees te snijden. Oh, Simon, dat is niet erg. Kom, ik zal je helpen. Simon, zo grappig als een clown. Ben je oké, Simon? Heb je je pijn gedaan? Nee, ik ben niet oké. En het is helemaal niet grappig. Zo lief dat u ons helpt, Simon. Grote jongen. Ja. Ik heb alles laten vallen. Groot zijn is niet leuk. Ik heb er genoeg van. Ik kan weer klein zijn. Oh, Simon is een kleine baby. Huh? Nee, Simon is groot nu. Maar Simon, groot zijn is echt geweldig, konijntje. Je kan zoveel dingen doen die kleine konijntjes niet kunnen. Dat is niet waar. Mama, mag ik gaan spelen? Tuurlijk, konijntje. Als je klein bent, is alles simpel. Groot zijn is niet leuk. En daarna is het tijd voor een dutje. Simon, heb ik je al verteld over de zoetwaterwalvis die ik gevangen heb? Nee. Wat is een zoetwaterwalvis? Als je het wilt weten, kunnen we er een gaan vangen. Echt waar? Kunnen we nu gaan? Oké. We doen het nu tijdens het dutje van Gaspar, oké? Ja, Gaspar is te klein om te vissen. Het is een walvis, Oppie. Het is een walvis. Wacht, ik help even. Snel, het net. Wow. Hier komt de walvis. Goed gedaan, Simon. Ben je oké, Simon? Geen pijn gedaan? Nee, Oppie. Dat was geen zoetwaterwalvis, maar een vliegende vis. Er was eens een klein konijntje met hele grote oren. We zijn terug. We zijn gaan vissen. Oh, wat heb je gevangen?
Wel, ik heb een vliegvis gevangen. Oh, mag ik het zien? Mag ik het zien, Simon? Hij is weggevlogen. Opstijgen en dank je, papa. Ik ook. Ik wil boven slapen. Gaspar, je bent nog veel te klein om boven te slapen. Maar papa, hij kan bij mij slapen. Ik ben groot nu. Oké. Maar alleen als je tegen de muur slaapt, oké? Ja. Oké, papa. Zet je dan schrap, Gaspar. Opstijgen. Zo, jij slaapt tegen de muur, dan kan je niet uit bed vallen. Dank je, Simon. Dankzij jou mag ik boven slapen, zoals een grote jongen. Eigenlijk is groot zijn echt superleuk. Klein grappig konijn. Hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee. Gelukkige verjaardag, mama. Wat is papa aan het doen? Hij zit buiten de tafel klaar. Want vandaag is mama's verjaardag. Oh. En wij hebben een super verrassing voor haar. Een verrassing? Joepie. Je mag het tegen niemand zeggen, oké? Ook niet tegen papa. Ook niet. Het is een verrassing. We zetten alles klaar voordat mama thuis komt. Ja, oké. Jongens? Ja, snel. Ah, daar zijn jullie. Ik maak een taart voor mama's verjaardag. Maar het is echt heel veel werk, dus heb ik jullie hulp nodig. Ik reken op jullie om jezelf te wassen zonder hulp van mij. Gaan we doen, papa. Ga jullie nu maar wassen. Ja, papa. Maar Simon, onze verrassing dan. We hebben geen tijd. Maak je geen zorgen, Gaspar. Tijd genoeg. Eerst doen we alsof we ons wassen. En ondertussen gaan we tekenen. Ik maak een hele grote tekening voor mama. La 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 la. Hey, Siepje. Dat is niet voor jou, dat is voor mama. Kinderen? Huh? Alles oké daar? Ja, papa. Oh-oh. Oh nee. Snel, handdoeken. Die kan ik gebruiken. Jongens, wat doen jullie daar? Ik kom, papa. Ik doe nu mijn pyjama aan en dan komen we. Kom aan, Gaspar, snel. Zo, onze tekening en onze kostuum zitten in deze tas. We moeten nu gaan, want papa wacht op ons. Ja. Snel. Hier zijn we, papa. Goed zo. En ruim nu maar snel jullie speelgoed op in je kamer en in de woonkamer. Natuurlijk, papa. Maar Simon, en onze verrassing dan? Maak je geen zorgen, Gaspar. Ik zal de potloden opruimen, Simon. Goed, Gaspar. En dit in de kast. Ik ben klaar. Au! En dat onder het bed. En nu, Gaspar, naar de woonkamer. Wauw, mooie bloemen voor mama. De kussen is goed, Gaspar. Jongens. Ja, papa. We komen, papa. De taart is perfect. We zijn er, papa. En alles is opgeruimd. Oh ja? Heel goed, konijntjes. Kom aan, Gaspar. We moeten terug aan de slag. Wacht. Dekken jullie de tafel in de tuin? Mama eet supergraag buiten. Dat doen we, papa. Heel erg bedankt, jongens. Hier, Gaspar. Neem jij die glazen. Maar voorzichtig, oké? Ja. Oké. Oké, die moeten supersnel zijn. We moeten nog veel in het tuinhuisje zetten.
Jongens, kom eens kijken naar mijn prachtige taart. Gaspar, Simon, joehoe, waar zijn jullie jongens? Huh? Simon, Gaspar, waar zijn jullie? Oh, ze hebben niets opgeruimd. Hè? Huh? Wat is er hier gebeurd? Simon, Gaspar. Dag, mijn schat. Wat is er aan de hand? Wel, ik zoek de kinderen. Wat is dat? Hm? Oh, net bloemblaadjes. Jongens, waar zijn jullie? We zijn hier. Ah. Verrassing! Gelukkige verjaardag, mama. Gaspar en ik houden superveel van jou. Echt zoveel. Oh, schatten, mijn konijntjes. Mama houdt ook zoveel van jullie. Ah, daarom ruimden jullie niet op. Jullie waren veel te druk bezig met jullie verrassing. Ja, dat is waar, papa. Oh nee, papa! Niet in de kast kijken. Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief, klein, grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Ik ben Simon, de verstoppertjeskampioen. Ik ben het spel beu. Ik wil niet meer spelen. Hé, kom maar, Gaspar. Ooit op een dag zal je me wel eens verslaan. Als je groot bent, oké? Nee, ik ga nu niet meer spelen. Ha, en ik dacht dat je geen huilbaby meer was. Ik ben geen huilbaby. Speel dan toch mee. Simon, val je broertje niet lastig. Maar ik val hem niet lastig. We gaan racen. Nee. Kom aan, je krijgt een voorsprong. We gaan het net als in het echt doen. Net als in het echt? Dus, Gaspar, hier is jouw startpunt en ik geef je een grote voorsprong. Jij start bij de schommel en ik ben de oudste, dus ik start aan het tuinhuis. We lopen onder de waslijn door en wie het eerst aan de poort is, wint. Ik ga winnen. Klaar? En start! Ik ga winnen! Wacht maar af, ik haal je in! Sipje! Sipje, je staat op de renbaan! Oh, huh? Oh, hé, Sipje! Ik ga winnen! Dat zien we nog wel! Mama, mama, ik heb Simon verslagen. Ik ben een kampioen. Mijn kleine kampioen. Huh? Wat een grap. Ik heb verloren door Sipje en het dekentje van Gaspar. Het is niet zo belangrijk, Simon. Je zal ook wel eens winnen. Natuurlijk, want ik ben de kampioen. Huh? Nee, dat ben ik. Jij verloor. Je had gewoon geluk. Dat is niet wat waar. Een grap. Stop. Rustig nu. Allebei. Ja, mama. Kom aan, konijntjes. Het is tijd voor het vieruurtje. Als ik wil, versla ik je toch. Oh, wie het eerst in de keuken is, wint. Ja, ik win. Ik ben superkonijn. Kijk eens, Simon. Chocoladekoekjes vandaag. Wauw, mama. Mijn lievelingskoekjes. Dank je. Hé, hey, Gaspar. De eerste die zijn koekjes op heeft, wint. 1, 2, 3, start! Ik ben eerst klaar. Ik win! Maar je mond is veel groter. Oké. We doen iets anders. Wie het meeste bellen maakt, wint.
stop eens met dansen op je stoel en eet je banaan op, schat. Oké, mama. Natuurlijk. De eerste die zijn banaan pelt, wint. Zo leuk dat mijn konijntjes lachen en niet vechten. Ja, mama. Ik win opnieuw. Dat is niet eerlijk. Jij bent groter. Ha. Oké, dan. De eerste die lacht, verliest. Je moet niet trots zijn om dat te winnen. Oké? Oké. Oké, Gaspar. Ik kan niet altijd winnen, maar ik ben toch de grote broerkampioen. En een bananenchapeau voor de kleine kampioen. Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Pieuw, pieuw, pieuw. De laserstraal. Pieuw, pieuw. Pas maar op, robot, Gaspar. Mijn megabot vang je nooit. Jawel, dankzij mijn supersnelheid. Gaspar, onze vrienden zijn er. Yay! Hallo, jongens. Hallo. Jongens, Maxime is hier. Kijk. Toe, kom aan, Max. Zeg eens hallo. Hij is een beetje nerveus. Ik denk dat jullie elkaar nog niet kennen, hè? Hallo, ik ben Simon. En ik ben Gaspar. Hey. Hey, jij bent raar. Ben je ziek? Ik wou niet eens komen. Ik wou thuis blijven. Wacht maar af. Het wordt nog wel leuk. Simon, toon je Maxime je kamer eens? Ja! Oh ja, kom je mee? Oké. En deze is voor jou. Das Klaubor, de krabbot. Ik hou niet van robotten. Huh? Robotten zijn cool. Wel, ik vind ze niet leuk. Wat vind je dan wel leuk? Niks. Wat gaan we dan spelen? Wel, niks. Dat is slecht nieuws voor jou, want ik wil je net mijn mega gigantinosaurus lenen. Roar! Kinderen, eten! Ja, etenstijd! Smakelijk eten, jongens. Dank je, papa. Ja, bedankt. Ja, het was echt heel raar. Oh, ja, echt heel raar. Oh, super spaghetti! Hey, ik heb minder spaghetti dan jullie. 1, 2, 3, 4, 12. Huh? Jij deed net een ketchupscheet. Hey, jouw beurt, Maxime. Ik? Oh nee, dat kan ik echt niet. Tuurlijk wel. Kom aan, gewoon een klein scheetje. Ja, een klein scheetje, een klein scheetje, een klein scheetje. Hey, dat is niet grappig. Een klein scheetje, een klein scheetje, een klein scheetje. Oh. Hey, is alles oké hier? Is het eten lekker? Ja, dank u. Ja, mama. En vooral de ketchup. Ja, super ketchup. En na het eten, lieve Gaspar, tanden poetsen en dan naar bed. Oh nee, kom aan. Ik wil helemaal nog niet naar bed. Slaap wel, Gaspar. Slaap lekker. Pas op, het superdino valt je aan. Jongens, jullie zijn iets ouder, dus speel maar iets langer, oké? Hé, als je wilt, kan ik iets mega super geweldig tonen.
Oh ja, wat is het? Kom maar mee, het is op zolder. Huh, de zolder? Wauw, super zolder. Wacht, jij hebt nog niet alles gezien. Hier is het, kijk! Huh, wat is het? Het is een super tol van mijn papa. Oh, een tol. En hoe werkt dat? Wacht, wacht eens. Kijk, hij draait echt supersnel. Oh. En daar gaat hij! Oh, pas op! Hij valt ons aan! Help! Help, help! Hey, Maxime, hou je ook van springen? O ja, heel erg zelfs. Zo, nu is het perfect. En jouw beurt, Maxime. Oh nee, Maxime, nu heb je het echt verpest. Wat moeten we nu doen? Snel, snel. We moeten alles oprapen. Hé, ik heb een idee, Maxime. We zijn zo blij dat we hier zijn. En de kinderen amuseren zich ook. Is dat sneeuw? Dat is geen sneeuw, maar veren. Wat zijn jullie daar aan het doen? Oh nee, oh nee. Simon? Maar ik wil niet naar huis. Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Wij willen niet vertrekken. Pas op, kinderen. Ik ga jullie vinden. Je zou Opie ons nooit vinden. Elvis, heb jij iets gezien? Huh? Waar is Opie nu? Gevonden! En nu ga ik jullie nat spuiten, konijntjes. Simon, Gaspar, we moeten naar huis. Oeps, sorry. Oh? Nee, papa, het is eerst tijd om te douchen. Sorry, jongens. We moeten echt naar huis. Nee, dat is niet eerlijk. Het is zo leuk bij Omi en Opie. Oh ja, ja. Het is nog leuker dan thuis. Sorry, maar we moeten gaan. Ga je spullen halen. Snel, Gaspar. Verstop je tas. Dan moeten we niet meteen vertrekken. Oh, oké. Okay. Maar waar ga ik ze verstoppen? Waar ga ik ze verstoppen? Kinderen, zijn jullie klaar? Oh, Simon, Simon. Waar verstop ik ze? Waar verstop ik ze? Verstop ze in de koffer. Oh ja, de koffer. Maar haast je, Gaspar. Zijn jullie klaar? En konijntjes, hebben jullie je tas gevonden? Nee, we kunnen ze nergens vinden. Wel, zal ik jullie dan helpen, jongens? Hé, hey, Gaspar, misschien ligt je tas wel op de grond. Dat is niet waar, ze ligt in de... Ja, dat zei ik toch. We weten niet waar ze ligt. Ah? Simon, ik heb je tas gevonden. Oh, en hier is die van Gaspar. Kom aan, we moeten vertrekken. Och, nee, het is mislukt. Hé, ik heb een idee om hier te blijven. Geef je dekentje. Zo, ingepakt. Nog niet. Gaspar is zijn dekentje kwijt. Oh ja, dat is waar. Ik kan niet weg zonder dekentje. Ja, zo is dat. Oh, brave hond. Geef je dekentje, Elvis. Kom maar. Dank je, Elvis. Het is helemaal nat nu. Oh, je was de tomaten vergeten. Oh, en de courgettes ook. Kom aan, Gaspar, kom mee. Konijntjes, we vertrekken. Huh?
Gaspar! Simon! Sst, Elvis! Nu gaan ze ons vinden. Oh, ik denk dat ik ze gezien heb. Oh, dat is jammer. Dan moeten we zonder hen gaan. Ze gaan zonder ons vertrekken, Simon. Dat is niet waar. Ze maken maar een grapje. Tot heel erg bedankt. En tot snel. Dag. En nog eens bedankt. Hé, hey, niet gaan, niet gaan. Oh. We zijn hier, mama. Oh, echt waar? Oh. Oef. Wel, wel. In de auto nu, konijntjes. Mwah. Ik ga je missen, Omi. Mwah. Ik zie je snel terug, mijn konijntje. Oh, en opa ook. Ik wil hier niet weg. Oh, nee. Ik kan mijn sleutels niet vinden. Ze zullen wel binnen liggen. Dus we gaan toch niet weg. Wow, dan kunnen we nog verder spelen. Zo, wat zullen we spelen? De autosleutels. Hey Elvis, geef de autosleutels terug. Oh. Geef onze sleutels, Elvis. Geef ze terug. Elvis. Geef ze terug, Elvis. Kom maar, geef die sleutels toch, Elvis. Elvis? Elvis, Elvis, kijk eens, daar is een mooie band. Ga hem halen. Joepie, ja, we hebben ze. Goed gedaan, jongens. Tja, Elvis wou dus ook niet dat ze weggingen. Dag Elvis, en tot snel. Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Jam. Kom maar, Gaspar. We gaan voetballen. Oké, jij in de goal. Oh, nee, niet ik. Het is mijn verjaardag, dus jij moet in de goal staan, Simon. Pff, dat is niet leuk. Jij trapt niet hard genoeg, Gaspar. Ik weet het. Ik ga mama vragen om mee te spelen. Zij zal wel in de goal willen staan. Mama. Mama! Mama? Mama! Je deed me schrikken, Simon. Ik dacht dat je Gaspar was. Hé, hey, dat is het cadeau voor Gaspar. Voor zijn verjaardag. Sst, ja, we gaan het later vieren. Maar nu moet ik het cadeau verstoppen. Zo, ik verstop het in onze kamer. En wat je ook doet, zeg niets tegen je broer. Het is ons geheimpje. Ik kan een geheim bewaren. Ik zal niets zeggen tegen Gaspar. En mama, heb je het daar gevraagd? Wat? Wat bedoel je? Is het een spelletje? Mag ik meespelen? Waarom wil je niet meer met me praten, alsjeblieft? Ik kan het niet zeggen. Het is een geheim. Een geheim? Vertel. Nee. Vandaag is een heel speciale dag. Hij zal het nooit raden. Mijn verjaardag. Het is mijn verjaardag. Joepie. Ja, oké, goed geraden. Maar ik ga nooit zeggen waar die cadeau verstopt is. Oh, mijn cadeau! Maar, Gaspar, waar ga je naartoe? Kom terug! Is het hier? Waar is het? Stop daar eens mee, ik had behoefte om niets te zeggen. Zit het hierin verstopt? Nee, ik ga het je echt niet zeggen. Sorry, ik mag niets vertellen. Ik weet het. Mijn cadeau ligt in de kamer van mama en papa. Oh nee, de slaapkamer.
Psst, Simon, je hebt ons geheimje toch bewaard? Oh, tuurlijk, mama, ik zweer het. Nee, je mag niet binnen. En trouwens, je cadeau ligt niet in deze kamer. En waarom mag ik dan niet naar binnen gaan, Simon? Ik ga hier blijven en ik ga je niet binnenlaten. Dat is niet grappig, Simon. Ik kan je zien, Gaspar. En ik sta nog altijd voor de deur. Het is te riskant. Ik ga het buiten verstoppen. Simon. Oh, het is Gaspar. Simon, kom aan. Laat het zien. Alsjeblieft. Simon? Simon? Ben je hier? Maar waar is hij? Oh, waar moet ik het verstoppen? Simon! Simon, waar ben je? Waar is mijn cadeautje, Simon? We gaan Gaspar's verjaardag vieren. Kom jullie? Ja, joepie! Gelukkige verjaardag, Gaspar! Goed gedaan, Gaspar! En dan is het nu tijd voor je verrassing. Ik ga je cadeau halen. Tada! En hier is Gaspar's cadeautje. Ah, mijn cadeau! Mwa. Mijn cadeau! Psst. Wat is er met het cadeau gebeurd, Simon? Ik had een veel betere verstopplek. Een echte superkonijnenverstopplek. Oh. Wauw, een piratenschip. Ja. Oef, gelukkig was ik er. Anders had Gaspar zijn cadeau gevonden. Huh? Vertel eens, Simon. Waar had je het cadeau verstopt? Dat kan ik niet zeggen. Het is een geheim, hè? Hey, iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief, klein, grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief, klein konijntje. Speel mee! Het grote dilemma. Oh, wat is het? Wat is het? Ik krijg het niet open. Geef maar, Gaspar. Ik doe het wel. Jongens, is alles oké? Zoeken jullie het speelgoedje? Ja! Wat is het? Wat is het? Tada! Oh, nee, de chocosaurus. We hebben al een chocosaurus. Dat is niet erg. We moeten gewoon meer eten om nieuw speelgoed te krijgen. Oh ja, super. Veel eten. Hé, ik weet iets. We kunnen misschien ruilen met Ferdinand. Oh ja, misschien heeft hij de Monstrosaurus. De Monstrosaurus is mijn lievelings. Mama, mag ik naar Ferdinand gaan? Tuurlijk, konijntje. Hé, hey, goedemorgen, Simon. Hé, hey, Ferdinand. Kijk, ik heb twee chocosaurussen. Misschien kunnen we ruilen. Hallo, Simon. Die kom ik nog te kort in mijn collectie. Dag, mama Doe. Dat is geweldig. Als je wil, kunnen we ruilen. Hé, maar ik wil die ook heel graag in mijn collectie. Kan je niet met mij ruilen? Ik weet het niet. Kom mee binnen, Simon. Van mij krijg je deze. Van mij krijg je deze? Mijn knikkers voor jouw chocosaurus. Nee. Mijn auto voor jouw chocosaurus. Die is veel mooier en je kan ermee rijden. Wel, mijn knikkers zijn zelfs nog mooier. En in verschillende kleuren. Ik kan echt niet beslissen. Kom aan, Simon. Ik ben je beste vriend. Nee. Ik ben je beste vriend. Je moet nu je beste vriend kiezen, Simon. Maar ik weet het niet. Wie moet ik kiezen? Ferdinand of Mama Doe? Simon, je hebt je ontbijt niet opgegeten. Simon?
Is er iets? Ja, en dat komt door Ferdinand en mama Doe. Hebben jullie ruzie gemaakt? Niet echt, maar ik moet kiezen wie van hen mijn beste vriend is. Weet je wat, Simon? Je mag 2 beste vrienden hebben. Echt waar? Mm-hmm. Oh, dan heb ik 2 beste vrienden. Geweldig. Dank je, mama. Hey, waarom neem je onze chocosaurus? Dan neem ik er 1 voor Ferdinand en 1 voor Mamadou. Oh nee, de andere chocosaurus mag je niet weggeven. Die is van mij. Oh, kom maar. Nee! Haha, ik heb hem. Haha. De dinosaurussen zijn van mij. Maar, Gaspar, kom aan. Ik heb ze nodig voor mijn beste vrienden. Mama, 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 kunnen we dinosaurussen maken? Ik denk het wel, mijn konijntje. Maar hoe moeten ze eruit zien? Zoals deze. Ah, oké. Dat zal ons wel lukken. Oh, echt? Joepie! We gaan superdino's maken! Hey, kijk eens naar mijn simonosaurussen. Dank je. Dat is graag gedaan. Alsjeblieft. Hey, dat zijn geen chocosaurussen. Het is niet eens echt speelgoed. Dat klopt. Het zijn simonosaurussen. Veel sterker. Kijk, ik kan vliegen door de lucht. En bomen beklimmen. En hij kan alles breken door te brullen. Wauw. Wow. Dat is zo cool. Dank je, Simon. Tada! Hey, wat spelen jullie? Drieling Simonosaurus. Wauw, dat is superleuk. Mag ik meedoen? Ja, natuurlijk. Wat zal ik kiezen? Aardbei? Chocolade? Ik weet het al. Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Ik ben de baas. We gaan de tent spelen. Kom maar, jongens. Dus wat gaan we nu spelen? We kunnen... Oh ja, ik weet het, ik weet het. We kunnen superhelden spelen die uit de ruimte komen. Ja! Ja! Een super idee, Simon. We gaan planeten bezoeken. En gekke marsmannetjes zien. Superspel. Als we naar de ruimte willen gaan, hebben we een ruimteschip nodig. Maar waar gaan we hier een ruimteschip vinden? We gaan er een bouwen. Ik heb een idee. We kunnen die boomstam gebruiken. Kijk. Dit is een superruimteschip. Hé, wacht even. Ik heb een beter idee. Kom mee, Lou. Kom mee, Ferdinand. Ik kom, Simon. Kom je mee, Lou? Wel, oké. Dat is goed. Kijk daar, de kussens. Neem ze allemaal mee, Ferdinand. Ik ben zo terug. Oh, super idee. We gaan gewoon een ruimteschip maken van kussens. Hé, jongens, kijk. Ik heb een stuur gevonden voor ons ruimteschip. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect. Oké. Maar ik kan er niet meer dragen. Ik zal er wel een nemen. Oh. Ik help je wel. Kom aan, volg me. Goed. Is iedereen klaar? Ja. Klaar om te vertrekken. Hou je vast. En we zijn weg! Vroepie, vroepie.
komt. We zijn nog niet klaar met dit spelletje. Maar kunnen we iets anders spelen? Wacht. We gaan net landen op een planeet. Hier komt de landing. Hé, kijk daar eens. We kunnen gaan schommelen. Haha, kom aan, dat doen we. Woehoe! Hé, kom toch terug. We gaan die planeet bezoeken. Oh nee, kom anders mee met ons schommelen. Kom aan, Simon. Ja, maar ik ben hier toch de baas. Ik heb het stuur. Echt niet. Wie heeft gezegd dat jij de baas bent? Wel, oké, dan zeg ik dat zelf. Nee. Jij bent de baas niet. Ben ik wel. Oh, je zegt ons altijd wat te doen. Dat is niet leuk, Simon. Als jullie er zo over denken, dan speel ik niet meer mee. En ik hou het stuur bij. Doe maar. En dan gaan wij lekker schommelen. Dit is leuk. De schommel is gelanceerd. Joepie. Dit is zo leuk. Hé, jongens, als jullie willen, kan ik jullie een supergeweldig trucje op de schommel laten zien. Nee, bedankt. Huh? Wij hebben geen baas nodig. Huh? Hij zei toch dat hij niet met ons wou spelen? Ben je oké, Simon? Je bent echt een schommelkampioen. Mag ik met jullie spelen? Alleen spelen is niet leuk. Oké, maar je mag niet meer de baas spelen. Dat beloof ik. Super. Dus wat gaan we nu spelen? Ik weet het! We gaan terug naar het ruimteschip en Lou, jij had gelijk. We maken een ruimteschip van de boomstronk. En Ferdinand, ga eerst je plan. Simon! Wat is er? Wat zei ik? Doe ik iets verkeerd? We zeiden niet meer de baas spelen. Oké. Sorry, Lou. Hey, konijntje. Tijd voor je bad. Maar mama, waarom moet jij altijd de baas zijn?